Yo, Nintendo fans, zijn jullie er klaar voor? We gaan naar het laatste koninkrijk in Super Mario Odyssey in deze serie waarin ik jullie speedrun tips geef. Als je er zin in hebt, doe een duimpje omhoog. De Odyssey is klaar, opgeladen om naar het laatste koninkrijk te gaan. En vergeet niet te abonneren. In dit koninkrijk zit een hele interessante skip waarmee je een heel stuk van het level kan overslaan. Let's go to the Moon Kingdom! We hebben ons allermooiste trouwpak aangetrokken. En eigenlijk gaan we gewoon rollen richting dat paleis. Let's go! Whee! Dit voelt echt super weird. Volgens mij kon je vanaf hier... Hoppakee, daar naartoe jumpen. Ik heb een extra jumpy nodig, zo te zien. Yes. Rollen, bollen, bollen. Dit voelt zo langzaam allemaal, jongens. Let's go. Lekker bezig. Nog een keer. Oh, ik word geraakt straks. Nee, ik word niet geraakt straks. We gaan hier naartoe. Go, go, go. Oh ja, speed flowers. Die kunnen we ook wel goed gebruiken. Pak ze. Dan gaat het allemaal lekker even wat sneller. Oké, dan kunnen we gewoon even deze jump maken. En normaal gesproken zou je hier dus ingaan. Ik pak wel even de vlag voor de zekerheid, maar ik ga hier niet naar binnen. Dit heet namelijk de Moonskip. En hiervoor moeten we eventjes hier om het hoekje heen. En bovenop deze Sphinx gaan staan. Wat je nu wil doen, is een dubbele wall jump maken. Ja, zo. En dan zo. En dan hier. En dan... Hatsaflatsie. Lekker, man. Dat was hem. Heerlijk. Dus belangrijk is dat je na je ground pound jump niet gaat duiken naar Cappy. En na je eerste wall jump ga je gewoon een klein beetje op zoek op de muur waar je ongeveer moet zijn. En als Mario dan gaat gliden, dan is het tijd voor je tweede wall jump dat je hier naar boven kan springen. Hier is hij nog een keertje volledig in slow-mo, zodat je er even rustig naar kan kijken waar je Cappy moet gooien en waar je moet wall jumpen. En nu is het eigenlijk gewoon als de wielen weer gaat door naar het kasteel. Go, 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 go. We moeten naar een bruiloft, jongens. We moeten naar een bruiloft. Eventjes speech bevrijden, hoor. Voor de zoveelste keer. Dit is de gang waar de bruid en de bruidegom doorheen gaan. De deur moet open. Laat me naar binnen. Deze cutscene kan je weer skippen. Maar ik vind het nu toch wel leuk om er even naar te kijken. Want hey, iedereen is weer aanwezig. Dit blijft toch wel leuk. Hij heeft trouwens wel een gigantische ring bij zich. Hallo mensen. Alles goed? Dat jij dit goedkeurt, dat had ik niet van jou verwacht. Bowser, hier kom ik aan. Kijk, ze vechten. Nee, Peach wil niet. Die ring is toch veel te groot, joh. Anyways, nu gaan we weer naar een Bowser battle. Ja, dit is een beetje een herhaling van de battle die we al gedaan hebben. Maar dan iets moeilijker. Cappy, kom hier. Oh, dit was iets te vroeg. Kijk, nu ben ik net niet op tijd bij hem. Hopelijk dat het in tweede ronde wel goed gaat. Dat is een beetje jammer, dit. Een beetje jammer, dit. Anyway, hier komen jij, Bowser. Kom hier. Let's go. En we moeten een jumpy doen. Dan valt hij om en dan kunnen we hem tegen het hek plempen. Je zag net dat ik net iets te laat Cappy bij me had geroepen. Waardoor hij dus ergens anders naartoe sprong. Eigenlijk wil je dat dus gewoon in één keer doen. Lekker. Lekker. Ja, helemaal goed. Waar ga je nu naartoe? Jij gaat nu daar naartoe. Even kijken waar de witte hoed komt te staan. Die komt helemaal rechts. Dus wij gaan ook helemaal rechts. Hij gaat hem waarschijnlijk hier naartoe gooien. Ja, lekker. Dan gooien we deze eronder. Ja, is dit wel goed? Dit is net wel goed. Lekker. Nu moeten we straks twee keer jumpen. 1 en 2. Dan valt hij weer om en dan kunnen we hem weer tegen het hek plempen. Deze was beter. En dat wil je dus eigenlijk tijdens alle drie de rondes. Op die manier wil je dat doen. Oké, nu gaat hij weer vuur gooien. Welke kant ga je gelijk op? Je gaat gelijk mijn kant op. Helemaal top. Dit is op zich niet zo heel moeilijk om dit te ontwijken. Want je kan gewoon best wel goed corrigeren als je in de lucht zit door Cappy te gooien. We gaan naar het midden lopen. Let's go. We zijn in het midden. Hij gooit hem weer door het midden strakjes. Let's go. Ja, lekker. Pak hem op, pak hem op en sloop hem. Hey, lekker, deze was ook goed. Nu gaat hij 3 keer met zijn staart zwaaien. 2, 3, nice, dan kunnen we hem nu slaan. Dan gaat hij het weer doen. Huts. En dan kunnen we hem nu tegen de muur plempen. En dit was bijna een perfecte run, behalve de eerste ronde. Die was niet goed. De tweede en de derde ronde, die waren wel lekker. Deze cutscene skip je normaal gesproken gelijk door in een speedrun. Maar weet je, het is toch wel leuk om hier even naar te kijken hoor jongens. Kijk!
Peach is bevrijd. Lekker hoor. Yay, Peach. What up, Bowser? Ah, what up, Peach? Dit blijven wel leuke cutscenes hoor. Het blijft wel tof om hier naar te kijken. Ja, en jullie weten allemaal wat er gaat gebeuren, jongens. We moeten Bowser over gaan nemen nu. Dit stuk is super vet. Er zijn niet zo heel veel tips voor. Behalve dat je misschien niet alle blokken gelijk kapot moet maken met je vuurbal. En in het laatste stukje wil je eigenlijk eerst voor de rechterpilaar gaan. Ik ga het gewoon spelen en dan moeten jullie maar gewoon lekker meekijken hoe dit ongeveer zou kunnen. Oké, je ziet dat ik wat muntjes kwijt ben geraakt. Ik wil dit gewoon even goed doen voor jullie. Je laat hier je vuurbal op. Je springt hier naar boven. Ut, en nog een keer je vuurbal. Je gaat hier naar boven, dan hoppakee, de rechterkant van dit ding kapot maken. Dan is het nu een kwestie van eigenlijk gewoon keihard rennen. Let's go, Bowser. Let's go, Bowser. Bowser kan trouwens ook triple jumpen. En wat je eigenlijk wil is triple jumpen daar op dat grijze blok. Ik weet niet precies wat de timing daarvoor is, maar je wil dus daar op triple jumpen. Ja, dus ik had nu net iets te vroeg mijn triple jump. Helaas, ik had het één sprong te vroeg. Anders had ik op dat blok kunnen jumpen. En dan was ik al gelijk hier aan de zijkant van dit blok. Dat scheelt een paar seconden. Dat is wat je eigenlijk wil. Anyway, we hebben dat niet gedaan. Dus we gaan gewoon hier naartoe. Let's go, let's go, let's go. Dan gaan we door naar het 2D gedeelte. Let's go, in de buis. Deze kapot maken, dit allemaal kapot schieten, doorrennen. Ik maak zelf deze allebei kapot. Vind ik makkelijker, want dan kan ik gewoon iets makkelijker springen. Zo, zo. Ik spring deze ook en ik maak die ook kapot. En dan gaan we gewoon door. Let's go. Hier maken we er telkens eentje kapot. Hier iets meer. Zo, doordat we hier naartoe kunnen deze kapot maken. Ja, hopelijk volgende keer in één keer. En dan kunnen we hier naar boven door die kapot te maken. En dan, dat is een flatsie. Let's go. We springen hier naar boven. We gaan er gewoon lekker overheen. En dan gaan we deze muur helemaal kapot maken. Bim, bim, bim. Beam, 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 beam. Let's go, Bowser. Lekker bezig, jongen. Lekker bezig. Maak de muren kapot. Ja, je wil hier een beetje aan de rechterkant uitkomen straks. Omdat we dus de rechterpilaar kapot willen maken. Eens even kijken of dat lukt. Waarschijnlijk lukt dat niet in één keer. Als je al je schoten raakt, dan lukt het waarschijnlijk wel. Je hebt daar de rechterpilaar. Je kan je schot opladen en dan moet je dus proberen zo te richten op dat blok. Misschien normaal gesproken kan je daar vier keer op schieten. Het is mij helaas niet gelukt. Dan beginnen we gewoon lekker hier. En we zijn bijna klaar, jongens. We zijn bijna klaar. Mag ik die duimpjes omhoog? Want we zijn bijna klaar met de Mario Odyssey speedrun uitleg serie. Let's go. Let's freaking go. Dit gaat helemaal top. Deze is ook kapot. En daar zat een gat. Ik kan nu wel mijn triple jump oefenen. Ja, kijk, de triple jump lukt nu wel. Zo kom je daar dus omhoog, heerlijk. En dan gaat dit dus inderdaad net even iets sneller. Oké, jongens, val dus vooral niet in dat gat. En probeer dit blok te slopen. Ik heb hem misschien nu één keer geraakt. Nice. Let's go, let's go, let's go. Let's go, poging 2. Poging 2, poging 2. Dit gaat goed komen. Go, 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 go. Nice. Oké, we gooien wat vuur erbovenop. Lekker, we raken deze alvast een paar keer. We worden zelf ook geraakt, helaas. En niet in dat gat vallen. Potverdorie. Schiet alvast op het volgende blok. Lekker. Pats, 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 pats. Je wil niet helemaal doorlopen naar het einde, naar het volgende blok. Je wil eigenlijk gewoon vanaf hier, wil je die kapot maken. Want anders, nou ja, het lukt niet helemaal. Eigenlijk wil je die dus al kapot hebben vanaf het midden. Zodat je gelijk door kan naar het midden. Maar ja, dat vind ik nog een beetje te lastig. Anyway, go, go. Sloop dit laatste blok. En sloop dit super weirde Transformers-achtige blok ook, Bowser. Go, nice. Heel nice. Spring hierin. Let's go. En als we hieruit gaan, op deze manier, dan mogen we 1, 2, 3, 4, 5... Hoe werkt dit ook alweer? Je moet gewoon de knop ingedrukt houden. Ik zit te panieken. Nu mogen we op stop drukken. En dan is dat het einde van je speedrun tijd. Ik ben heel erg benieuwd in hoeveel tijd ik dit strakjes ga doen. Willen jullie trouwens dat ik ga speedrunnen op dit kanaal? Willen jullie een video van ongeveer 1,5 à 2 uur... waarin we gaan proberen om Super Mario Odyssey zo snel mogelijk uit te spelen? In ieder geval ga ik dat doen op twitch.tv/Rickachu. Dus wil je daarbij zijn, volg me op twitch.tv/Rickachu. Want af en toe gaan we daar gewoon lekker deze speedrun proberen. En dan hopelijk komen we op een gegeven moment op het punt dat we het binnen 1,5 uur kunnen halen. Dat zou super vet zijn. Cappy is weer gelukkig! Ja hoor, die heeft zijn prinsesje weer. En wij hebben ons prinsesje ook weer gevonden. En wordt het nu tijd voor de magische kus? Gaat het eindelijk gebeuren? De kus tussen Mario en Peach, waar we al honderden games op wachten. Nee,
Het gaat weer niet gebeuren. Want Piet en zijn familie, die is daar. Piet! Nee, wij hebben een mooie bloem. Nee, nee, niet jij. Wij hebben de mooiste bloem. Ik ben de mooiste bloem. Nou, nee, ik vind dat plantje van Mario toch net iets mooier. Sorry, Piet. Sorry. Maar ja, blijkt dus dat Peach helemaal niet wil trouwen. Die denkt gewoon, nou, ik ga lekker met jullie mee. Houdoe en bedankt. En dat is precies wat ik zeg tegen jullie, jongens. Houdoe en bedankt. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video of op Twitch. Mazzel. Doei, Peach. Dag. Vrouwen, hè, je bevrijdt ze en ze pikken alles. Potverdorie, ze pikken zelfs je Odyssey. Kan toch niet? Mazzel.